Dames en heren, hartelijk welkom bij Los Politiek. Mijn gast vandaag is Tineke Koelewijn. Ze is geen gemeenteraadslid, maar ze is lid van de Provinciale Staten. Statenlid dus. Dus totaal iets anders als binnen de gemeenteraad. We gaan met haar praten over de dingen waar ze mee bezig is binnen de Staten, binnen de provincie Utrecht. Tineke, hartelijk welkom. Fijn dat je mijn gast wilt zijn vandaag. En eigenlijk een hele nieuwe materie. Provincie toch ook belangrijk, denk ik wel. En ik wil graag met je een aantal zaken doorlopen. Er zijn er ontzettend veel. Maar we proberen een beetje de highlights eruit te halen, denk ik. En dat is best wel goed om dat te doen. Heel hartelijk welkom. Ja, en dan eerst maar even terug. 27 maart ben je officieel geïnstalleerd, noemen ze dat, hè? Ja. Hoe heb je dat ervaren? Hoe is dat gegaan? Dat was een hele feestelijke bijeenkomst. Waar je inderdaad ook de eed aflegt. En met je familie eigenlijk mee is dat natuurlijk best wel iets om met heel veel plezier op terug te kijken. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ik heb naar de structuur gekeken, hè, van de Staten. Er zijn 49 statenleden, verdeeld over verschillende partijen. Klopt. Uiteraard. Hè. Hoe zit nou zo'n politieke organisatie, hoe zit die in elkaar? Kun je dat op hoofdlijnen even aangeven? Ja, om te beginnen is een provincie, is een organisatie, is het middenbestuur. Je hebt natuurlijk de landelijke overheid. Je hebt het middenbestuur, dat is de provincie. En je hebt de gemeente, dat is het lokale bestuur. Nou, die provincie heeft ook een aantal ambtenaren die ook het ambtelijk apparaat vormen. En die de gedeputeerden ondersteunen. Er zijn 4 gedeputeerden. Er is een coalitie en die bestaat uit VVD, D66, CDA en GroenLinks. Die hebben allemaal hun eigen portefeuille, dus zijn een soort wethouders. En vervolgens heb je de staten die dan eigenlijk de gedeputeerde staten, zeg maar, ook de gedeputeerden controleren en toezien. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Dus jullie als CDA zitten dus ook binnen de coalitie. Ja. En je noemt een gedeputeerde. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een gedeputeerde is een soort... Een wethouder, in die zin, hij heeft een aantal portefeuilles, een aantal onderwerpen, daar is hij verantwoordelijk voor. En hij ziet toe dat de juiste onderwerpen aan de orde komen, dat er dingen worden ontwikkeld, dat er dingen worden voorgesteld of gecontroleerd bijvoorbeeld. En die worden gedeeld met de staten. En ja, daar mogen wij dan iets van vinden. Okay. Zo moet je het zien. Ja, ja. Ja. Oké, okay, helder. Fractie. Jullie hebben natuurlijk ook als CDA fractie, hè? Ook binnen de provincie natuurlijk. Hoe verlopen die fractievergaderingen? Hoe gaat dat? Nou, we hebben 6 leden in de fractie. We komen elke 2 weken op woensdagavond komen we bij elkaar. Daar hebben we een vaste tijd voor, vanaf 8 uur. En dan proberen we wel om 10 uur bijvoorbeeld klaar te zijn. Ja, en dan bereiden we alle commissies en ook de staten bereiden we voor. We beginnen altijd even met een rondje langs de velden van hey, wat gebeurt er in je lokale gemeente of wat heb je gehoord. Dat wordt gedeeld en soms kijken we dan of we dat ook mee kunnen nemen naar de staten toe. Ja. Hebben jullie discussie, verdedig je standpunten vanuit je eigen portefeuille, is er wel eens eventjes de druk erop om te komen tot? Ja, nou ja, druk. Ja, wel dat je met elkaar het gesprek natuurlijk aangaat en dat je elkaar op argumenten probeert te overtuigen. En zeker als je dingen in je eigen omgeving ziet of ervaart, nou, dat neem je mee. Dat kan, dat is ook heel goed om dat ook te doen. Dus dat geeft ook kleur. Zoals bijvoorbeeld, nu komt er een initiatiefvoorstel. Dat gaat over glasvezel, verbindingen in het buitengebied. Nou, CDA heeft heel erg erop gestuurd dat er ook een programma komt voor kleine kernen. Leefbaarheid op het platteland. Nou, daar hoort een goed glasvezelnet hoort daar ook bij. Nou, niet alleen hier, eigenlijk op Eemdijk is er is er moeite gedaan om dat te krijgen. Dat is niet gelukt. Maar ook op andere plekken in de provincie is het ook niet gelukt. En daarvan hebben we gezegd, ja, dat vinden we toch belangrijk, provincie, om daar toch weer aandacht aan te besteden. Ja, ja. Ja. Goed, dan komen er na je fractie komen uiteraard natuurlijk de commissies. Hebben we het zo eerst even over. Maar eerst even over het vergaderproces in de Staten zelf. Ja. Hoe verloopt dat? Hoe gaat dat? Nou, allereerst komen de onderwerpen die op een komende Staten, zeg maar, geagendeerd worden, die worden altijd eerst in een commissie besproken. Dan wordt er gekeken, is dit een onderwerp waar discussie of waar verschillende meningen over zijn?
kunnen we daar niet in een commissie het al eens over worden. Als je het eens wordt, dan wordt het een sterstuk, noemen ze dat. En dat is eigenlijk een hamerstuk. Daar komt er feitelijk wel op neer. Maar is het een stuk waar veel discussie over is, of verschil van mening, of een partij van, nou, ik vind, daar wil ik mijn eigen punt in maken. Nou, dan wordt het geagendeerd. Dan wordt het besproken. Soms wordt een gedeputeerde nog op pad gestuurd om een stukje onderzoek te doen en terug te koppelen. En vervolgens gaan we er dan in de Staten over spreken. Die vergaderingen op zich, hè, verlopen die nou zeg maar ook wel eens een beetje emotioneel? Is er discussie? Ja. De tijd met name. Ja. Hè, van loopt het wel eens uit? Het loopt zeker uit. Het is ook zo dat we, we hebben 3 statenvergaderingen voor de zomervakantie gehad. Nou, 1 liep uit tot 2:30. Zo. En de laatste liep uit tot 2:30 s'nachts. Zo. Ja, en dat heeft vooral met emotie te maken. Ja, ja. Ja, omdat dan bijvoorbeeld een onderwerp over het vernietigen van ganzen. Nou, dan komt de Partij van de Dieren voorbij. Ja, ja. Ja, en dat roept emotie op, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar vind je nou niet dat dat toch wel heel erg lang is? Heb je op een gegeven moment niet het gevoel van ik neem het niet meer op? Of het is te lang, het kost te veel energie, je wordt moe. Gaan ze er iets aan doen? Ja, ze gaan er iets aan doen. We hebben dat ook met elkaar ook nu afgesproken en gezegd van dit is te gek voor woorden. Het is ook niet fijn voor de mensen die op de tribune bijvoorbeeld zitten, want je kunt gewoon altijd meekijken. Dat is gewoon niet goed. Dus we hebben nu afgesproken dat we het nu tot 11:30 doorvergaderen. En mocht de agenda dan nog niet afgewerkt zijn, dan gaan we op donderdagavond weer verder. Ja. Oké, ja. Ja, je hebt het net al even gezegd, hè? Je zit binnen de coalitie. Ten opzichte van de oppositie. Vind je het prettig om coalitie te zijn binnen de Staten? Nou, het heeft in ieder geval ons de kans geboden om belangrijke punten die we ook in het verkiezingsprogramma hadden, om die natuurlijk in te brengen. Dus als je het hebt over die leefbaarheid bijvoorbeeld, of de aandacht voor agrariërs bijvoorbeeld, dan staat dat in dat coalitieakkoord. Zit je daar niet in, dan ben je de hele tijd bezig eigenlijk om dat op de agenda te zetten. Nou, dat is een andere positie, ja. Ja, maar goed, vanuit jullie verkiezingsprogramma probeer je natuurlijk ook die dingen waar jullie voor gaan en voor staan ook te brengen, zeg maar, binnen de coalitie en binnen de Staten. Ja, dat klopt, want je kunt je voorstellen, een partij als GroenLinks zit veel meer op milieu bijvoorbeeld. Ja. Zitten wij ook wel, maar toch op een andere manier. Ja. En zeker als het gaat over bijvoorbeeld het platteland bijvoorbeeld. Als je niet oppast, gaat er heel veel aandacht naar de stad uit. Nou, en het CDA is er echt wel heel veel aan gelegen dat mag wel, maar er moet ook heel veel aandacht voor het platteland zijn en voor de leefbaarheid. Ja. Dus bijvoorbeeld ook over het winkelbestand en dergelijke. Ja, dan breng je dat ook in. Ja. Ja. Hoe belangrijk is het ook, zeg maar, de christelijke signatuur, hè, van het CDA? Mm-hmm. Vind je dat belangrijk dat dat ook een inbreng heeft binnen de Staten, dat je dat ook uit kunt dragen? Dat komt natuurlijk wel ook wel zo nu en dan voorbij. Dat komt natuurlijk niet elke statenvergadering, dat kun je voorstellen. Maar bijvoorbeeld bij de laatste statenvergadering was de eerste vergadering na de vakantie. Hebben we het gehad over het Parelfonds. Dat is een fonds wat bijdraagt aan het onderhoud van erfgoed, cultureel erfgoed. Daar zaten flink wat kerken bij en ook orgels bijvoorbeeld. Nou, en wij gaan dan er wel voor zorgen dat we dus meestemmen dat dat ook gebeurt. En als er vanuit andere partijen, zoals bijvoorbeeld de PVV, toch geprobeerd wordt om dat onderuit te halen, dan laat je wel merken van wij vinden het belangrijk dat het wel gebeurt. Ja. Ja. Dus het speelt wel een rol. Soms speelt het wel Soms een speelt rol. Het erom. Ja, inderdaad. Ja, daarna de commissies. Hè. Nou, ik heb gekeken, als je op de site kijkt, daar staan er dus een stuk of 4 op. En aan welke commissie neem jij deel? Het zijn er inmiddels 3 geworden. Want we hadden er 4 en dat was eigenlijk best wel veel. Want jeugdzorg is natuurlijk eigenlijk dit jaar afgevallen. Dat is naar de gemeentes gegaan. Oh, ja. Dat was altijd een verantwoordelijkheid van de provincie. En ik zit nu bij ruimte, groen en water. Dus ik zat eerst voor de vakantie in 2 commissies en nu zit ik er in 1. Dus dat is wel prettig. Is dat een bewuste keuze van je, dat je zegt van ik kies daarvoor? Ja, dat is gewoon mijn vakgebied, daar ben ik eigenlijk dagelijks mee bezig, met ruimte. En dan kun je ook echt de ervaringen en de kennis die je meeneemt, kun je dan ook inbrengen. Kun je iets vertellen over wat speelt er nou binnen die commissie? Hè? Wat zijn nou de items waar jullie mee bezig zijn?
Nou, waar we mee bezig zijn, de laatste statenvergadering was bijvoorbeeld een geluidswal bij Utrecht, tussen Woerden en Utrecht, waar de gemeente Woerden heel erg tegen is, omdat dat langs de A12 ligt en eigenlijk het zicht op een deel van het, ja, het poldergebied wegneemt. Ja, en Utrecht die was van mening, nou, wij hebben eigenlijk daar nieuw gebouwd en met de belofte dat daar een geluidswal zou komen. Nou, dan ga je daarover met elkaar in gesprek. En wat hebben we via de commissie hebben we ook bewerkstelligd? Dat het ja, hele massale, iets over 800 meter, dat dat nu feitelijk heel glooiend gaat worden. Zodat je een soort ja, tussenweg krijgt waarvan je kunt zeggen, oké, aan de ene kant kom je tegemoet aan het geluidsoverlast, dat je dat tegengaat, want daar kun je ook iets bij voorstellen. En de andere kant vind je het ook belangrijk dat er, dat open zicht blijft. Dat vinden wij ook in Utrecht heel belangrijk. Plus, dat was voor Woerden ook een heel belangrijk punt. Ja, de gedachte was, er staat dan een geluidswal en dan, voor je het weet, gaan ze erachter bouwen. Nou, en dat vond de gemeente Woerden niet prettig. Nou, en daar hebben we, echt beloftes kun je niet echt, maar wel, we hebben toegezegd dat we dat in eerste instantie ook wel zullen opletten dat dat niet gebeurt. Nee. Ja. Nou krijgen jullie als commissieleden, krijgen jullie die stukken natuurlijk, hè? Ja. Je gaat ze bestuderen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe ga je ermee om? Wat doe je ermee? Nou, je leest ze en soms ga je ook op zoek naar mensen hier in de gemeente bijvoorbeeld. Of de fractie, de lokale CDA-fractie. Daar deel je dingen ook mee en, dat levert ook wel input op. Maar ook het gesprek natuurlijk in de fractie zelf. Ja, en bovenal, je hebt je oren open en je leest ook natuurlijk de bundschoten bijvoorbeeld. En zo probeer je toch wat hier ook leeft mee te nemen. Ja. Nou, zijn die commissies natuurlijk bemenst, ik wil niet zeggen bemand, maar bemenst. Ja. En met al die partijen, daar zitten ze in. Hoe verlopen die commissievergaderingen, zeg maar, binnen de verschillende partijen? Zijn dat tegenstellingen? Is er heftige discussie? Gaat dat een beetje al kabbelend? Of hoe moeten we dat voorstellen? Nou, dat gaat niet echt kabbelend. Nee. Dat is toch en blijft ook politiek natuurlijk. Dus ja, iedereen probeert daar wel ook zijn punten te maken. En soms is dat wel, is dat in begrijpelijkheid. Hè? Dat mensen denken van oké, ik begrijp waarom je dat inbrengt. Soms gaat het wel een beetje ver. Dan denk ik, dat kan ook wel anders. Dan wordt er heel erg op de man gespeeld. Ja, ja. En dat gebeurt vooral ook bij de PVV. Dat is wel heel vervelend. Mm. Of iemand gaat echt op zijn stokpaardje door. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de Partij voor de Dieren. Nou ja, dan heb je wel eens iets van, nu is het wel genoeg geweest, we gaan verder. Maar over het algemeen maakt iedereen zijn punt. Iedereen heeft de ruimte om zijn verhaal te doen, om in te brengen. Nou, en vervolgens ga je dan kijken, is dit iets om bijvoorbeeld van te zeggen, hier zijn we het over eens. Of nee, we zijn het er niet over eens. Dan moet het naar de agenda van de Staten. Ja, ja. Ja. Is het nou ook zo, zeg maar, als er discussie gevoerd wordt of er wordt een debat gevoerd, hè? Wat in de commissies eigenlijk is het voor het voorstuk, zeg maar, naar de Staten toe, hè? Ja. Van, vind je dan dat het niveau van zeg maar, debatteren en dat op een goed niveau is? En dan bedoel ik meer inhoudelijk, zeg maar, en niet de emotie daarin? Inhoud is er zeker. Maar ook emotie, dat kun je bijna niet, dat kun je niet voorkomen. Dat gebeurt toch wel. En het is best wel een, soms op sommige momenten een heel uitgebreid debat. Het is ook zo dat in de staat per definitie iedereen, alle partijen aan het woord komen. Hoe groot of hoe klein je ook bent. Maar er wordt dan wel gekeken naar de omvang van je partij, hoeveel spreektijd je hebt. Oh ja. Dus, maar iedereen kan aan bod komen. En dat is natuurlijk wel aan de ene kant wel prettig. Ja. Krijgen jullie ook insprekers in de commissies? Ja, dat gebeurt. Bijvoorbeeld net dat voorbeeld van Woerden. Dan komt Woerden, het standpunt van Woerden wordt dan door de wethouder en de burgemeester wordt dan ingebracht. Ja. Hebben jullie ook, zeg maar, in het voorzitterschap, zit daar roulatie in of hebben jullie vaste voorzitters? We hebben vaste voorzitters. Het kan wel voorkomen dat er duo-voorzitters zijn, omdat het hele lange commissievergaderingen zijn. We beginnen meestal om 1:00 middags tot ongeveer 5:30, 6:00 uur, soms nog wel langer. En dan wordt er afgewisseld.
Ja, want anders ben je bijna 6 uur aan het voorzitten. En dat is natuurlijk best wel lang. Ja. Dus dat... Tijden, hè? Ja, het zijn echt tijden. Ja, je moet wel van vergaderen houden. Ja, inderdaad. Ja, want dat zijn we toch... Ja. Dat zijn we toch... Geduld. Dat je en geduld hebben. Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik heb op de site gekeken. Mm-hmm. En daar zijn onderwerpen op thema. En dat is alfabetisch neergezet. Nou, het is een gigantische lijst, hè? Ja. Van... Hoe breed is het voor jezelf, zeg maar? Want je doet natuurlijk specifiek binnen je commissies, binnen datgene wat je hebt. Ja. Hoe breed kijk je naar al die andere onderwerpen? Ik kijk eigenlijk naar alle agenda's van alle commissies. Ook van bijvoorbeeld milieu, mobiliteit, economie of bestuur, middelen, Europa. En dan kijk ik van, wat vind ik belangrijk om daar mijn zegje over te doen? Dat kan zijn dat er iets hier speelt bijvoorbeeld. Dat zou bijvoorbeeld verkeersveiligheid kunnen zijn. Of detailhandel is een onderwerp waar nu ook beleid op wordt gemaakt bij de provincie. Weliswaar binnen ruimte. Maar het kan ook op een ander onderwerp zijn. En dan kijk ik, dat screen ik. Vervolgens kijk ik van, wat vind ik daarvan? Ik ga op zoek. En soms bel ik eens iemand op. En ik zou het ook heel leuk vinden als mensen ook actief naar me toe zouden komen. Want ja, ik loop ook gewoon in het dorp rond. Je kunt me altijd aanspreken. En dan haak ik daarop aan en neem ik dat mee. Want ja, zoals de komende vergadering staat er bijvoorbeeld een vraag vanuit de beeld. Om een oplaadpunt voor OV-chipkaarten, om dat te behouden. Denk je, wat is dat nou? Maar ja, openbaar vervoer is een veld van de provincie. Dus als het dus over de OV-chipkaart gaat, dan hoort het ook op die agenda. Ja. Dus soms zijn het best wel hele kleine dingen of dingen dichtbij, waarvan je toch denkt van, dat moeten we meenemen. Dus ik zou iedereen willen uitnodigen op het moment dat je denkt, zou dat iets voor de provincie zijn? Laat het gewoon weten of stel die vraag. Ja. Nou, net al even gezegd van je vergaderfrequentie, hè? Hoe zit die in elkaar? Dus fractie, commissie, staten. Ja, dat is de cyclus die je doormaakt. En normaal heb je de 3 voor in het eerste halfjaar en 3 in het tweede halfjaar. Oh, ja. Nou, in de volgende statenvergadering gaan we het over de begroting hebben. En we hebben de najaarsrapportage gekregen. Dus zo probeer je natuurlijk, los van de politieke of de actuele onderwerpen, probeer je ook dat als bestuur ook gewoon door te laten gaan. Ja. Oké. Ja. Ja, je bent het enige statenlid vanuit Bunschoten, hè, in de provincie. En de vraag is dan natuurlijk ook van, wat kun je nou voor Bunschoten doen? Hè? Wat kun je voor ons doen, voor ons mooie dorp Bunschoten? Laat ik het zo maar even formuleren, hè? Ik kan heel veel. Ik ben geen boodschappenmeisje, zeg ik er ook maar meteen bij. Maar los vanuit mijn verkiezingspunten, die neem ik natuurlijk mee. En als ik zie van, dit gaat echt Bunschoten aan, dan let ik op. En dan probeer ik wel vanuit het belang ook van Bunschoten, zoals nu gaat het, ook de volgende keer gaat het over het openbaar vervoer, over de busverbinding. Over lijn 76. Ja. De andere lijnen. Dan check ik altijd even, wat staat er? En gaat het ten goede of keert het ten kwade? Want dan kan ik daar ook op reageren. Ja, ja. Want lokaal is daar ook alles over gesproken. Maar dat is puur een provinciale aangelegenheid. Ja, de bussen. Die beslist over de bussen. Jullie beslissen over de bussenlijn. Ja, feitelijk wel. Ja. Dus op het moment dat daar iets in verandert, dan moeten we elkaar ook opzoeken. Want dan kan ik dat belang ook naar voren brengen. Ja. Ja. Want daar even over doorpratend. Ik heb begrepen dat er een beslissing is genomen. Dat er een andere... Klopt. Hoe noem je zo iemand? Er is een concessie. Ja. Er is een aanbesteding. En die loopt eind 2016 loopt die af. Ja. Ja, en die is naar een andere partij gegaan. Dus dan is het opletten of hetgeen wat daar dus ingebracht is. Of dat het overeenkomt met wat wij nu op dit moment aan dienstverlening hebben. Ja. Dus best wel belangrijk natuurlijk, ook voor de burgers binnen Bunschoten. Ja, dus het lijkt soms heel ver weg, maar eigenlijk zijn we ook gewoon met dingen van alle dag bezig. Ja. Toch wel. Ja. Ja, ook met winkelleegstand bijvoorbeeld. Ja, dat raakt ook iedereen. Ja.
Dus nou, dat proberen we dus op provinciaal niveau ook een beleid of een ondersteunend verhaal ook op te ontwikkelen. Zodat je ook niet concurrentie tussen dorpen onderling of steden onderling ook krijgt. Ja. Want ja, dan ben je nog verder van huis. Ja, ja, dat is waar. Ja. Ja, nou, ik heb ook even de vraag opgeschreven van wat zijn op het ogenblik nou je belangrijkste dossiers? Ik zie twee hele dikke boeken. Misschien dat je daar even iets over kunt vertellen. Ja. Nou ja, goed, dit is de begroting, dat is voor volgend jaar. En dan kijk je, dat zie je, hè, dan versterken leefbaarheid kleine kernen. Dat is een heel belangrijk punt om ervoor te zorgen dat ook de kleine kernen overeind blijven, dat ze niet leeglopen. Dat er voldoende ook voorzieningen zijn bijvoorbeeld. En die bereikbaarheid is ook heel belangrijk. Maar ook wel op het gebied van transformatie van kantoren, vastgoed. Het wonen is ook niet iets om zomaar voorbij te lopen. Ja, ruimtelijke agenda. Nou, dat zijn dingen waar ik me dan extra mee bezighoud. Eigenlijk los van alle brede onderwerpen waar we het net ook over gehad hebben. Ja. Dus ja. Je zit specifiek daar dus in, hè? Ja, dat is gewoon mijn specialisme, zeg maar. Ja. Ja. Oké, een begroting. Heel erg belangrijk ook, denk ik. Zeker voor de provincie. Ja, ja. Kun je bij benadering zeggen hoeveel geld er omgaat in de provincie? Volgens mij, dat moet je me niet helemaal, maar ik dacht 40 miljoen. 40 miljoen. En dat is een van de kleinste begrotingen van heel Nederland. Dat komt omdat de provincie Utrecht er al heel lang voor gekozen heeft om de opcenten en de wegenbelasting om die zo laag mogelijk te houden. Er zijn provincies die hebben vele grotere bedragen, maar er is vaak dan ook bijvoorbeeld de verkoop van een energiebedrijf bijgebracht. Dus ja, wij moeten ook echt wel op de centjes letten. Ja. Ja. Want de aanbelastingen zijn de opcenten en de wegenbelasting de enige inkomsten voor de provincie? Het provinciefonds, dat is dan dat is de andere bron. Komt gewoon via de landelijke overheid. Ja. Nou, je kunt je voorstellen dat gelet op het kabinetsbeleid daar ook steeds op is gekort. Ja, ja. Nou, en dan zie je dat je het steeds met soms minder geld moet doen dan je eigenlijk zou willen. Dus dat is echt wel opletten. Ja. 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 Keuzes maken, ja. Oké. Okay. Ja, goed, ja. Als het gaat, dan gaat het. Dan gaat het. En als het niet gaat, gaat het niet. Nee. Dat is ook inderdaad zo. Ja. Maar goed, ja. Ik denk dat begroting technisch dat wel goed in elkaar steekt natuurlijk. Ja hoor, dat mag je ook verwachten. Ja. Oké. Okay. Ja, misschien twee andere dingen die ons ook nog wel bezighouden. Eerst eventjes, de A27 en de A1. Hè? Ja. Daar wordt volop aan gewerkt en daar zijn ze volop mee bezig. Hoe belangrijk is dat nou voor Bunschoten? Hè? En vanuit die optiek, zeg maar, van Tineke Koelewijn, die behartigt ook die belangen. Ja? Hoe gaat dat? Nou ja, er wordt opgelet natuurlijk mijn collega, een fractielid uit Baren, die heeft dat echt in zijn portefeuille. En dat bespreek je met elkaar, let op. En het is ook mogelijk om bijvoorbeeld ook gewoon mee te lezen. Het gaat over bereikbaarheid, het gaat natuurlijk om het voorkomen van files, over doorstroming. Ja, dat is gewoon voor iedereen als je een woon-werkverkeer hebt. Dat is goed om dat weer op de schop te nemen. En nou, je kunt zien wat er gebeurt op de A1 en ook wel op de A27. En straks ook bij Hoevelaken, dat wordt helemaal ook wel veranderd om toekomstbestendig te zijn, zodat het daar ook niet langer vastloopt. Ja, ja, ook het oplossen van het fileleed, zeg maar. Ja, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, heel mooi. Dus, maar goed, dat heeft bij jullie dus ook duidelijk de aandacht. Ja hoor, daar zorgen we altijd voor dat er minimaal één fractielid bij dat soort dingen ook aanwezig is. Ja. Ja. Nou, een andere die natuurlijk ook heel erg speelt in het dorp, dat is de Botterhaven als historische museumhaven, masterplan. Ja. Masterplan, ja. Juist. Hoe zit je daarin? Hoe kijken jullie daarnaar? Nou, om te beginnen is het natuurlijk op dit moment nog een onderwerp wat op de gemeentelijke agenda staat. Ja. Er is ook over gesproken in de gemeenteraad en een besluit genomen. Op dit moment is het nog geen provinciaal onderwerp. Het kan wel zijn dat mensen advies vragen van, hey, lees eens mee, zie je kansen of zie je bedreigingen? Nou, dan doe je dat op dat moment. Dan geef je dat bijvoorbeeld mee aan de lokale fractie. Ja. 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 Hoe kijk je zelf naar dat masterplan? Hoe ik daar naar
kijk. Nou, ik heb wel een paar adviezen. Ja, ja. Ik noemde net al het Parelfonds. Daar, dat is een fonds wat gericht is op met name op het restaureren. Ook van industrieel erfgoed. Ik weet ook dat de vraag is neergelegd hier bij de gemeente van... ja, zou bijvoorbeeld de Bottenwerf extra ondersteuning of moet er gerestaureerd worden? Ja, daar is op aangegeven dat alles in orde is. En dat is niet meegenomen nu in de begroting. Dat is op zich wel jammer. Ja. Ik denk dat het een stukje misschien miscommunicatie is. Het zou heel goed kunnen zijn dat er vanuit de provincie wel op een positieve manier naar gekeken wordt. Maar daar zijn wel een paar dingen voor nodig. Dus een hele goede financiële onderbouwing. Ja. De provincie is geen pinautomaat. Er moet altijd ook, zeker vanuit allerlei bronnen, ook geld aanwezig zijn. Er moet een goede financiële dekking zijn. Ja, en dan is het mogelijk om een subsidie te ontvangen. Ja. Maar ja, daar heb je het niet over tonnen. Nee. Dus dat is wel iets waarvan wij ook wel zeggen van let op. Ja. Ja, maak het niet te groot. Nee, want het masterplan spreekt eigenlijk over twee dingen. Dat is de koop van die botters, 2,1 miljoen. En een onderhoud van die dingen voor bijna 4 ton. Hè? Ja, klopt. En die inkomsten moeten natuurlijk wel gegenereerd worden. Waar vandaan dan? Nou, dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk. En het is heel goed dat dat ook onderzocht wordt. En dat er de tijd voor ook wordt genomen. Want het is gewoon heel belangrijk om het gezicht van Spakenburg ook te behouden. Alleen je moet een goede afweging maken of tegen welke prijs. En of het ook toekomstbestendig is. Dat het niet op een gegeven moment een molensteen wordt. Want dat is natuurlijk belangrijk en dat is ook een les wat ook bijvoorbeeld uit het andere rekenkamerrapport ook is gekomen. Ja. Van ja, regeren is ook vooruitzien. Ja. Dus dat moet je ook onder de ogen durven te zien. Dat er nu gekeken wordt van nou, hoe kunnen we dit levensvatbaar maken en op welke manier, prima. Maar evalueer wel heel goed en kijk vooral ook naar die financiële onderbouwing. Want weet dat ook in een provincie, dus ja, partijen als een VVD... En het D66, die ontzettend letten op dat andere aspect van... ja, het mag geen bodemloze put zijn. Ja, als het dat wel is, ja, dan is het heel moeilijk om ze mee te krijgen. Ja. 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 Maar er is hoop. Er is hoop, maar er moet wel met verstand geopereerd worden. Ja, helder. Ja, je hebt ons een kijkje gegeven in het werk wat je doet binnen de provincie. Je hebt een drukke baan. Ja. En daarnaast doe je dit. Hoeveel tijd kost je dit nu? Een schatting, hè? Een schatting, dat varieert. Hè. Je hebt hele drukke weken en je hebt wat minder drukke weken. Ja, ik denk gemiddeld een dag per week. Ja. Waarbij natuurlijk een deel in de avonduren en soms ook een deel wel in je weekend vallen. Ja. 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 Dus ja, ik zeg altijd, het is een hobby die een beetje uit de hand is gelopen. Ja, ja. Je moet het ook leuk vinden, want anders hou je anders niet vol. Nee, dat is heel duidelijk. Ja. Ja, en dan de laatste wil ik toch graag nog wel even met je over spreken. De provincie is niet zo bekend binnen de gemeentes. Hè? Ja. En als je het over de provincie hebt, ja, vaak wordt er gezegd door de burger, de gemiddelde burger, een ver van mijn bed show en het zal wel zo zijn en het zal wel moeten, maar wat doen ze nou eigenlijk? Ja. Nou, daar heb jij nu, dacht ik, heel helder en duidelijk uitleg over gegeven, wat jij in ieder geval doet, wat er allemaal gebeurt, maar... Wat doet de provincie daar nou zelf aan? Hoe promoten jullie de provincie? Nou, we moeten natuurlijk voorkomen dat er een hele reclamecampagne... want dan kost dat ook weer geld om daarmee te beginnen. Dus we moeten het vooral zelf doen. En dat is wel een van de speerpunten ook uit dat coalitieakkoord... maar ook wel ook binnen onze fractie. Dat we wel meer verbinding willen gaan maken. En het ook wel eens zo kan zijn dat... ja, stel dat er een actueel onderwerp is... nou, bijvoorbeeld leegstand winkelgebied... Ja, dat we mensen gaan vragen van, goh, wil je meedenken? Heb je ideeën? Kom maar mee. En dat je dan bijvoorbeeld gedurende een paar maanden met elkaar optrekt. Dat hoeft helemaal niet lang te duren. Maar dat je wel op die manier ook een stukje voeding krijgt. En mensen ook betrokken zijn. Zoals bijvoorbeeld het verhaal over glasvezel. Ja. Ja, dan heb ik ook met een paar mensen op Eemdijk ook contact gezocht. Nou, die hou ik op de hoogte, die lezen mee. Nou, zo probeer je de verbinding te maken, ja. Ja. Hoe kijk je naar de toekomst? Want je zit er nu een half jaar, ietsje langer. Ja. Hoe kijk je naar de komende jaren, laten we het zo maar even zeggen, Tineke? Ja, dat is een uitdagende vraag. Het is ook een hele moeilijke vraag. Hè? Ja. Dus
Nou ja, wat ik nu op dit moment doe, is me vooral focussen op het hier en nu. En kijken wat er nodig is. En er komen wel wat onderwerpen aan op het gebied van de structuurvisie en dergelijke. En die gaan langjarig zijn. Ja, toch vooral proberen die verbinding te behouden. Ja, ja. En vooral ook de belangen van Bunschoten. Ja. Om die ook in te brengen. Ja. Oké, de laatste. Er is een minister geweest. En die heeft voorgesteld om 3 provincies tot 1 provincie te maken. Ja. Dat is helemaal van de baan? Nu is dit, op dit moment is dat van de baan, ja. Ja. En dat heeft ook wel weer voor wat meer elan ook gezorgd, kan ik wel zeggen. Want ja, anders gaat heel veel aandacht en energie, zowel van het ambtelijke apparaat als van die politici, zeg maar, naar dat onderwerp uit. En eigenlijk was ook iedereen, in met name ook provincie Utrecht, ook de VVD en andere partijen die er ook wel in de coalitie zitten, landelijk dan, ja, waren niet gelukkig mee. Dus op dit moment is dat van de baan, ja. Oké, okay. Ja. Nou, ik wens je heel veel sterkte en wijsheid voor de komende tijd. Ik dank je voor dit gesprek, ik vond het een boeiend gesprek. En ik denk dat we inzicht hebben gekregen in de werkzaamheden die de statenleden binnen de provincie Utrecht doen en hoe ze bezig zijn. Heel hartelijk dank. Graag gedaan. Dankjewel. Dames en heren, dit was Los Politiek. Mijn gast vandaag was Tineke Koelewijn. Ze is statenlid van het CDA in onze mooie provincie Utrecht. Dank voor het kijken. Tot ziens. Dag.